is weer voorzichtig. Lamelaar. Lamelaar. Met wat risico krijgt hij toch die bal. Vertongen. Sandro. Sandro, dit ziet er leuk uit. De foe. Uitstand. Dembele en Chadli. Twee Belgen op de bank dus. Achter Villas-Boas. Walker is nu toch wel weer fit plotseling. Kane. Defoe. Friars. Defoe. Ja, dat komt meer en meer in de richting van de doel natuurlijk. Goeie aanval hoor. Defoe zet hem hier zelf op. Krijgt de bal dan terug van Friars. En dwingt daar Jet Steer tot zijn beste redding in de wedstrijd tot nu toe. Draait goed weg bij zijn man. En heeft inderdaad wat ruimte. En Granada. Oh, dit is een mooi balletje terug naar Lamela. En de redding van Steer. Beste kans in de wedstrijd is voor Tottenham Hotspur. Voor deze Argentijn. Diezelfde aanval opzet. Dan zit niemand die daar let op Erik Lamela. Friars. Kane. Harry Kane. Oh, Defoe wordt verkeerd gedekt. Jongen, wat een kans zeg. Steer met een uitstekende redding. We hier maar liefst 3 minuten extra door. Goed hakje, Holtby. Had meteen kunnen schieten. Dit is ook mooi en het is een prachtige treffer van Jermaine Defoe. Waardoor Tottenham Hotspur alsnog. Wat een assist van Holtby. Defoe is de enige die in die bal lijkt te geloven en kopt hem prima achter Steer. Waar we eerder makkelijkere kansen kreeg en ze niet wisten benutten, is het uiteindelijk toch Jermaine Defoe die hier de openingstreffer op zijn naam schrijft. Komt nu de vrije trap voor Tottenham Hotspur. Lamela, bal van richting veranderd. Bijna nog bij de tweede paal erin, een hoekschop nu. Bal draait weg, daar is de 0-2. Het is Paulinho. Met een soort karatentrap hier. De 2-0 scoort. Terwijl dus nog ging 2-0 duidelijk. Daar trekt ook nog Lotten zijn hoofd in. En Paulinho met een soort van karatentrap werkt hij de 2-0 binnen. De man die afgelopen zondag de enige treffer scoorde uit bij Cardiff City. Friars. Defoe. Defoe. Geen overtreding van Silla. Paulinho. Gaat hij weer scoren? Nee. Steer. Hij liep op papier een verdedigende middenvelder, Paulinho. Maar scoort dus een tweede wedstrijd op 6 september met België uit tegen Schotland. En nu is hij dus weer op de weg terug met hier zijn eerste actie in de bal. Chadli, het had wat geweest. Meteen een assist. Defoe.
wordt het nog 3-0 zelfs. Zou zomaar kunnen. Chatli kan schieten en Nasir Chatli scoort de 3-0 voor Tottenham Hotspur. En het is weer met misschien wel een foutje. Maar begint hier natuurlijk bij het domme balverlies. De foul naar Chatli in de korthoek is Jet Steer dan verslagen. En voor zover er nog enige twijfel was, is hij nu wel helemaal voor 100% verdwenen. Tottenham Hotspur gaat door naar de laatste 16 in de Capital One Cup. Chatli hier. Ook bij Villa dat het niet helemaal afstraffing wordt, want daar is Chatli opnieuw. Defoe, Dembele. Goed hakballetje. Oldby, schiet over. Robinson, voorzet. Simpel weggewerkt. Holby, Defoe, 0-4. Hier komt Jermaine Defoe met de 0-4. Ja hoor, zo'n kansje laat Jermaine Defoe niet onbenut. 4-0, het wordt een pijnlijke avond voor Aston Villa. En dit is te simpel voor woorden. Silla met het balverlies. Holby met één simpele bal. Zet hij Defoe oog en oog met Jet Steer. En de jonge debutant in het doel van Villa is kansloos tegen deze ervaren Engels international.